Hans Limapo, directeur van het FHR Instituut voor Higher Education, zegt dat studenten moeten snappen dat de samenleving bij elkaar gehouden wordt door het algemeen belang. Toekomstige wetenschappers moeten daarom hun competenties gebruiken om dit algemeen belang te dienen en te stimuleren. Limapo sprak gisteren bij het afstuderen van studenten die tijdens de COVID-19-pandemie zijn geslaagd, maar het niet konden vieren. De activiteit was ook in het licht van het 23-jarig bestaan van de onderwijsinstelling. Het algemeen belang is niet in tegenspraak met vrijheid, nog individueel, nog collectief. Het is een uitgangspunt. Vertegenwoordigers van sommige sectoren van de samenleving willen ons doen geloven dat functionele differentiatie en het marktmechanisme de belangrijkste basis vormen van de moderne samenleving. Ze vergissen zich. Hoezeer de drijfveren in de praktijk ook dreigen de overhand te nemen, we moeten met volharding de sociale orde van onze samenleving bouwen op sociale normen van verbondenheid. Het is immers de kwaliteit van die verbondenheid waar de ordening zijn legitimiteit en kracht aan ontleent. Ook de staat moet het algemeen belang dienen. Limapo wijst er nog op dat in het streven naar het dienen van het belang er ook tegenwerking zal zijn. Docent Daniel Latschman zegt dat studenten na het afstuderen niet in hun comfortzone moeten blijven, maar hun kunnen moeten tonen. We hebben allemaal geworsteld met je studie, de tentamens, je thesis, de feedback die je kreeg van je thesisbegeleider op je thesis. En de groepsopdrachten die je nooit meer wil doen, I know. En je zou denken van, weet je, dat is de burning geweest. En je hebt nu een titel erbij, dat kan je op je businesskaartje zetten. Je kan een loonsverhoging vragen aan je baas. But that's not the light. That's not the light waar Viktor Frankl het over had. De echte implicatie van het afronden van je studie, dus to give light, is jouw bijdrage leveren aan die maakbaarheid van de samenleving en dus het dienen van het algemeen belang. Je bent immers in een bevoorrechte positie geweest om extra kennis en vaardigheden op te doen. Latschman merkt verder op dat de bagage van de studenten zeer gewaardeerd zal worden in de professionele wereld. Hun expertise kan goed gebruikt worden om de vele uitdagingen waarmee de samenleving geconfronteerd raakt op te lossen.